Hier in dit decor en prachtige nummers, dus het is echt de moeite waard. Kunnen wij niet een tip, hè? Keeën mag hem meenemen, want die wordt niet verwend met die palingsound daar. Nee. Ja, nee, daar komen wij nog niet bij in de buurt wat dat betreft. Daar moeten we nog even werken, Johan. Vindt hij heel mooi, palingsound. Ja, nee, maar ik ken zijn wansmaak. Ja. Ja, ja. Ik ben inderdaad gek op de Cats bijvoorbeeld, ja, maar ja. Dat geheel terzijde. Bent u een beetje gek op de Cats, meneer Verossen? Het zegt mij totaal de niet. De Cats niet? De Cats is van uw generatie. 60 jaar, One Way Wind, Lia. We hadden het net nog over de Beatles, dan moet u de Cats ook kennen. De Cats kent u toch wel? Nou, de Beatles heb ik wel eens van gehoord, maar de Cats, nee. Maar voor een historicus heeft hij weinig... Mijn indruk is altijd dat Volendam vrijwel volledig uit krankzinnigen bestaat. Er zit er een naast u, hoor. Vrijwel volledig, zei hij. Vrijwel volledig, ja. Maar en enkele maar kunt u dat toelichten, of niet? Maar hij is die man die die commissaris heeft benoemd. Dus ja, ik ben helemaal duidelijk hoe het zit. Maar waar baseert u dat op, dat het louter uit krankzinnigen bestaat? Nou, denk eens aan het PVV-stemmen in Volendam, hè? Ja. En ik las nog eens een interview met een inwoner van Monnikendam, dat ligt 300 meter verderop. En die zei ook, nou ja, iedereen weet dat al eeuwen, maar in Volendam zijn ze allemaal stapelkrankjoren. Ik moet zeggen, ik ben de argumenten vergeten, maar ze waren zeer